Nou, en naast mij zit, uh, ja, ik, ik ken jou eigenlijk al wel een beetje, want je bent mijn achterbuurman, uh, actief in de politiek. Uh, Gerben ten Asbroek, welkom Gerben. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier mag komen. Ja, heel graag gedaan. Uh, leuk om je hier te hebben. Uh, Gerben, um, je bent politiek actief, dat weet ik wel. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wie is Gerben nou eigenlijk? Uh, uit wat voor soort gezin kom jij? Nou, ik kom eigenlijk uit een uh, arbeidersgezin. Ik ben geboren in 1969. In de Vervestraat. Oh, hier in Haaksbergen ben je gewoon? Haarsbergen. Haaksbergen, okay. ja zeker. En toen, ja, toen ben ik ergens naar het echte Haaksbergen verhuisd. Naar de Veldmaat. <laughs> dat noem jij het echte Haaksbergen? Eigenlijk is dat de echte Haaksbergen naar bij de Veldmaat. Want er is wel een beetje altijd gedoe. Ik kom hier niet vandaan gedoe over Veldmaat, Haaksbergen. Uh... Ja, dat schijnt een dingetje te zijn, maar niet aan mij. Jij kijkt gewoon naar de mensen en je denkt die vind ik aardig en die wat minder. Ja, nee, ja maar zo is het toch ook eigenlijk. We wonen allemaal in hetzelfde dorp. Zo, zo is dat inderdaad. En Gerben, uh, uh, waar ben jij naar school gegaan? Hoe, hoe, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Wat heb je geleerd of niet geleerd? <laughs> dat een hele mooi. Ik ben uh, uh, ik heb de LTS hier in Haarsbergen gegaan in de metaal. En daarna ben ik naar Hengelo gegaan voor, de, of naar Enschede, KMBO en daar heb ik autotechniek gedaan. Dus je bent echt iemand die graag met de handen werkt, zeg maar? Uh, ja, dat klopt. Maar ik ben dus. Uh, ik was dus automonteur, maar ik heb daar verder in mijn, uh, mijn carrière niets meer mee gedaan. Ik heb daarna in de groente en fruit gezeten. Daarna heb ik uh, jarenlang vruchtensap gedaan. Mijn zus zei al heel mooi, ja, eerst verkocht je het fruit, toen pest je het uit. En de laatste uh, twee jaar of drie jaar van mijn carrière, zou ik haar zeggen... Uh, heb ik gewerkt als accountmanager voor de Nederlandse houtkorting. Dat is toch totaal weer wat anders. Dan ga je echt van je handen naar je hoofd. Hoe, hoe is je dat bevallen? Ja, eigenlijk op zich wel goed. Het is eigenlijk allemaal per toeval dat dat uh, op, uh, op mijn pad kwam. Ja, en nu ben ik eigenlijk al een aantal jaren uh, yeah, fulltime huisman. Ja, ook dat. En, en wat voor een huis. Je woont op een prachtige locatie. Uh, ik weet dat als er in onze buurt app iets is met weggelopen dieren of, of vermiste katten, dat jij altijd direct in de brein springt. Wat heb jij met dieren? Ja, ja de natuur. Dat, is iets, uh, ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat inspireert mij. Uh, ik vind het dan ook leuk. Ik heb dan ook vier honden. Dus je zult ongetwijfeld wel een keer gehoord hebben. Want ze maken nog veel kabaal. Maar ja, goed, mooi mee wandelen in de natuur. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Dus jij geniet echt van de natuur. Ben je ook echt een buitenmens? Ben je graag buiten? Uh, in, eigenlijk de hele dagen. Als het tenminste weer een beetje toelaat. En ik niet hoef de stofzuigen te wegen of dat soort dingen. Dan ben ik wel buiten te vinden. Maar goed, we hebben dan natuurlijk nog vier uh, paarden bij huis. We hebben nog kippen. Nog nou, zoals gezegd de hond. Ja, en dan heb ik nog uh, mantelzorg voor mijn schoonmoeder. Dat waren mijn schoonouders, maar mijn schoonvader is uh, november vorig jaar overleden. Ja, goed. En, ja, en daar kook ik ook voor. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dus jij bent een mens met een warm hart voor zowel je familie als de dieren om jullie heen. Uh, ja, ik hoop het wel dat men dat zo ervaart. Ja. Vast wel. En Gerben, uh, jij had het ook over paarden. Uh, uh, bereid je die dan ook? Of wa waar heb je die paarden voor? Uh, de, ja, ze zijn echt gewoon die uh, eigen de, wei, uh, de grond een beetje uh, graskap moeten houden. Dat is eigenlijk uh, de reden ervan. Ah, een, soort, een soort luxe grasmaaier. Uh, ja, zo kun je het wel stellen. Ja. Nee, je, je zult mij niet op een paard vinden, maar het, uh, ik was er altijd als ze door En ja, dat gaat dan nu wel redelijk goed, maar voor de rest moet je niet. Uh, nee. ik, ik doe ze wat, uh, ik, ik wat eten. En als ze ziek zijn, dan, uh, dan bel ik de dierenarts... Maar veel meer moet je van mij niet verlangen, want dat durf ik niet. Maar ja, nogmaals, als de paarden een beetje wil beginnen te worden, dan ben ik weg. Het blijft sterk bezig natuurlijk. En euh, dieren, moet ik zeggen, over paarden. En um, nou ben jij um, op de een of andere manier met politiek wel in aanraking gekomen. Hoe is dat dan gegaan? Ja, ja het is echt een heel simpel antwoord. Mijn vrouw, Anette Ja, mijn vrouw was altijd actief in de politiek. Ja, en die heeft mij aangestoken. Ja, zo is het eigenlijk gekomen, want het is minder suf dan dat het lijkt. Oké, okay, en ja, ik ben altijd ge politiek geïnteresseerd, dat weet je, maar hoe, um, um, dan word je daarvoor gevraagd? En, en uh, gaat dat zo? Je wordt gevraagd en dan zeg je ja of nee, en dan kom je in een politieke wereld. Hoe is jou dat uh, vergaan? Hoe bevalt je dat? Nou ja, dat bevalt me op zich heel goed. Ik vind het uh, ja, op zich heel leuk. Je hoort ergens bij, uh, ja, met elkaar proberen dingen te verzinnen. Of te bedenken. Wat goed is voor Haarsbergen. Dat is natuurlijk het, het eerste idee. Maar ja, of ik gevraagd ben. of dat me beschikbaar gesteld. ik weet het eigenlijk niet. Mij ben ik ben er zo eigenlijk zo een beetje tussengerold. Ja, dus zo kan het natuurlijk ja. ook gaan. Uh, um, ga ik even helemaal ergens anders heen. Muziek. Van wat voor muziek hou jij? Waar, waar jij? Wat zit jij harder in de auto? Ja, dat is toch wel een beetje de, de oude rock uh, metal. Dat is dat Metallica. Easy deasy. Maar een mooi nummer van Zonneveld kan ik ook uh, de radio harder zetten. Dus dat is bij mij wel heel erg breed. Maar dat is een beetje de stemming, het moment. Oké, okay, ja, ja, dat kan ik me ook voorstellen. Een mooie brede uh, ontwikkeling op muziek. En uh, 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 Gerben, uh, zijn er verder, dus sport jij nog? Of uh, heb je daar allemaal met dat buitenleven en alles erbij helemaal geen tijd voor? Nou ja, ik vind dat ik eigenlijk genoeg beweeg. Uh, ja zeg ik, het is uh, vier keer per dag met de honden wandelen, dus dan, uh, dan maak je de meters wel. Ja, zoals achter de paarden rennen? Uh, nou, ik, daar loop ik, denk ik ja, voor, dat is achter mij aan gaan, ja. dat ik de ga. Nee, maar, uh, uh, ja, nou ja, nu. Het, uh, het is voorjaar, dus uh, ik heb genoeg te doen in de tuin. Want als ik aan de ene kant de onkruid uh, eruit heb, dan kan ik aan de andere kant kun je weer overnieuw beginnen. En gras maaien, ja, dat is ook drie keer in de week. Ja. Vier keer. Ja, dan ben je dan ook wel weer. Zit je dan op zo'n maaiertje of doe je dat nog mooi netjes met de hand? Nee, ik zit wel op een maaier, maar ik zit wel te denken over een robot. Een oh, robot? Oh ja, dan hoef je. Maar dan moet je wel eerst die touwtjes spannen, hè? Ja, maar dat is eenmalig. Oké, okay, als je dan onze kant op even niet spant, dan wordt dat van ons gelijk meegenomen. Ja. Dat vind ik wel een goed plan. Ja, als dat als bij zo -so ver zou kunnen komen, dan ja, doe dat er zo even mee. Geen probleem. <laughs> Gerben, ik wil je hartelijk bedanken voor je openhartigheid wat je allemaal vertelt. Uh, ja, ik kende je al een beetje. Ik hoop dat de mensen je ook hebben leren kennen. Wou je zelf nog wat kwijt over jezelf? Of zeg je van oh, dit was wel genoeg. Ik vind het zo wel heel mooi. Maar in ieder geval nogmaals bedankt voor het geluk om een keer mee te maken hier om te zien. En uh, nodig uh, namens mij jouw vrouw een keer uit om ook mooi aan te sluiten. Hè? Want dat wil ze wel, geloof ik. Hè? Ja, dat uh, heb ik gedaan en dat gaat ze doen. Hartstikke leuk. Dankjewel, te Asbroek. Uh, en uh, we zien elkaar. Ja. Je hebt net uh, prachtig uh, muziek gemaakt voor ons, maar je bent niet alleen uh, muzikaal begaafd. Je bent daarnaast ook nog kunstenaar. En je hebt een mooi werk van jezelf meegenomen. Uh, vertel daar eens iets over. Wat zien we? Eigenlijk is het een foto, het is geen schilderij. Het zijn eigenlijk uh, meerdere plaatjes door elkaar heen die ik uh, met een programma op, op, de, op deze plaat uh, heb laten zetten. En het is een soort voorstelling van een. Uh, ja, van een tropisch uh, strand met mooie bloemen en ik uh, reis ook veel en uh, het doet me een beetje denken aan het eiland waar ik heel graag ben. Het heet Koh Phangan in Thailand. Oeh, dat klinkt inderdaad wel heel mooi en tropisch. Ja, 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 ja. dat is dus een, uh, een eiland in de Chinese zee en het is ja, gewoon witte stranden en groenblauwe zee en palmbomen. En ik heb denk ik daar al acht jaar van mijn leven doorgebracht. Er zit een soort uh, community daar van mensen die ook uh, met kunst en muziek bezig zijn. En dat doet dit plaatje eigenlijk heel erg sterk aan denken. Ja, het ziet er inderdaad heel mooi met die kleuren ook. Uh, is dat een plek waar jij je heel erg prettig voelt tussen die mensen? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Het is de, uh, ja ik vind de natuur geweldig mooi. Je hebt daar ook een soort jungle met, met slangen. Nou ja, slangen is misschien altijd even mooi. Maar, uh, maar je hebt daar gewoon echt een uh, authentieke jungle. En er zit een. Uh, ja, een heel mooi strand bij en er is een heleboel zee. Dat gaat helemaal naar de Filipijnen en dat is ongeveer 800 kilometer. En uh, ja, hele lekkere frisse lucht, mooie natuur en dus, je komt er ook veel leuke mensen tegen die ook eens uh, op reis gaan en uh, hun horizon een beetje verder kijken. Ja, mooi, bijzonder, leuk om dat, om dat dan zo met elkaar ook daar te kunnen delen. Um, het kunstwerk wat je hebt meegenomen, is dat dan wat men noemt digitale kunst? Ja, dat zou je wel zo kunnen noemen. Ja, 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 ja. Dus het is, uh, eigenlijk ben ik, uh, ik heb vroeger op de kunstacademie gezeten en uh, heb me daar eigenlijk in het begin met schilderen bezig gehouden. En toen was er een nieuwe soort vorm en dat heette gemengde media. En daar ging het eigenlijk om dat er een soort gedachte was die je op allerlei verschillende manieren kon uitleven. En, en daar is uh, eigenlijk die, die fotografie van gekomen. Ik heb toen in Enschede, was ik in Enschede en er waren allerlei... Die leeg waren, en dan heb ik ooit een hele mooie grote doos gevonden met allemaal dia's. Oh, wauw, wat bijzonder! Oh. En heb je ze allemaal bekeken? Wat stond erop? Ja, ja, dat was uh, nou ging al over romen, of over dieren, over schilderijen, en het was een soort, soort educatieve set dia's die ze op scholen gebruikten. En dan kwam ik erachter als je die, die dia's uit elkaar haalde en eigenlijk twee dia's in één, één hoesje deed, dat je een soort dubbele laag kreeg en dan maakte het beeld in één keer heel erg spannend. En, is het zo ontstaan bij jou op ja, die manier? Ja, 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 het is op die manier eigenlijk gekomen dat ik eigenlijk met twee dia's in één frame en dan weer geprojecteerd heb. En die projecties heb ik toen ook geschilderd. Daar heb ik ook eindelijk samen mee gedaan. Maar nu is dit, ja, de digitale wereld is zo groot geworden of zo belangrijk geworden dat je die dingen veel makkelijker kunt doen. Dus je kunt en meerdere plaatjes bij elkaar zoeken en je kunt ook veel beter wegrummen. Want in zo'n dia staat dat beeldje echt scherper in en dat blijft zo, maar nu kun je dan dingen weghalen of weer andere dingen toevoegen. En dus ik heb een soort bibliotheek van zo'n 30-40.000 foto's die uit overal vandaan komen en daar kan ik zeggen oh daar neem ik die zon van en naar de bomen ik moet zorgen dat het niet omvalt ja. <laughs> en uh, zo probeer ik dan uh, plaatjes samen te stellen en dan, en dan kan ik me zo voorstellen dat jij dan stiekem probeert jouw ideale droomwereld uh, te verwezenlijken daardoor klopt dat ja, ja dus dat sommige werken komen eigenlijk uit een soort droom dat ik dan een soort droom en ik denk, oh wow. en dan ga ik daar uh, een beetje mee verder ik ben in het begin ook heel veel met gezichten bezig geweest. Ik heb ooit ook uh, de sociale Academie gedaan. was een uh, maatschappelijk werken. En had een heel erg interesse ook in mensen en hoe ze, hoe ze waren en... en uh, en toen, maar ja, toen uh, riep de kunst mij toch wel een beetje, want dat is toch eigenlijk het uh, ja, allermooiste. Maar die interesse in die mensen is eigenlijk gebleven. En ook vooral ook die interesse over die mensen die ergens anders vandaan kwamen. Dus uh, Afrikaanse gezichten of Indonesische. En daar ben ik dan ook gaan met experimenteren met dubbele lagen. Dus allerlei schilderingen in hun gezicht gemaakt. Maar nu, laatste tijd, ben ik veel meer met landschappen bezig en met architectuur. Aha, dat is weer heel wat anders. Ja, 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 ja. ja maar goed, ja, op een gegeven moment moet je een beetje uh, vernieuwen in je werk. En je gaat daar waar je het gevoel je brengt, inderdaad. Hè? Frit, uh, jij komt dit jaar ook naar de Kunstmarkt Haaksberg op 23 juli. Wat neem je mee? Nou, ik heb uh, eigenlijk ontzettend veel plaatjes meegenomen. Ik ga eigenlijk plaatjes meenemen. Dus ik heb. Uh, ik denk, zo'n kleine 30, 40 afbeeldingen. die ik op verschillende manieren heb afgedrukt. Dus op fotografie. Dit is op aluminium. Dus het zijn allerlei technieken waar je die plaatjes kunt afdrukken. En daar zijn dan al die voorbeelden te zien. Nou, ik ben echt wel heel benieuwd. En het is ook, je ziet op uh, kunstmarkt natuurlijk heel veel schilderijen. maar nog weinig digitaal werk. Hoe komt dat, denk jij? Nou ja, ik denk ook gewoon dat het misschien met uh, academisch heeft te maken. Hè? Dat, uh, je wordt vaak geschoold in die traditionele dingen. En ik vind eigenlijk het mooie van de Aki, waar ik gezeten heb in Enschede... dat het een soort schoolsysteem waar is, waar je je ontzettend vrij hebt gelaten om te experimenteren. En niet zo sterk om, om een, echt een bepaalde kunstvorm te hebben en je aan tradities te houden, eigenlijk. En uh, ja, dus die digitale kunst uh, is natuurlijk wel heel veel op, op, op Facebook te vinden en op Instagram, waar mensen daar wel mee bezig zijn natuurlijk. Maar op een kunstmarkt is dat natuurlijk ook een omzetting. Naar, naar plaatjes en naar uh, fotografie. En daarom zijn wij zo heel blij dat jij daar straks naartoe komt, want het voegt zeker wat toe aan de kunstmarkt. Frits, ik zie je heel graag daar terug ja. en ik wil je heel erg bedanken dat je vandaag bij ons was. Dank je wel.